Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag speciaal voor Vriendinnen Online laat ik je zien hoe ik het kussentje heb gemaakt met het kantenkleedje. Het kussen met de tekst laat ik je in een andere video zien. Maar eerst de kantenkleedjes. Je vindt ze in de kringloop en op de rommelmarkt. En ik heb er eentje uitgekozen met een heel fijn haakwerkje. Ik gebruik een kussentje, wat kussensloopje, dat kant en klaar is. Deze is van de Action. En ik heb het kantenkleedje erop gelegd om even te kijken van hoe ik het graag zou willen hebben. Ik gebruik geen naald en draad vandaag, maar textiellijm. Dit is een oud flesje dat ik heb van Pipo's. Je hebt verschillende merken textiellijm. Belangrijk is dat je even de gebruiksaanwijzing van jouw textiellijm even goed doorneemt. En dan komt het goed. Op die van mij staat dat het voor textiel, jute en vilt is. En dat alleen natte vlekken te verwijderen zijn met warm water. En ik heb wat vlekjes gemaakt, maar dat zie je later wel. Ik gebruik een stuk plastic. Dit is de verpakking geweest van het kussentje, waar het kussensloopje vandaan is. En ik knip hem iets kleiner dan het kussensloopje en steek hem erin. Nou zie je dat ik dit kussensloopje kapot heb moeten knippen of open heb moeten knippen om het kussentje eruit te halen. Dat is nou eenmaal een beetje action. Maar meestal heb je voor een kussensloopje wel een normale opening. Even niet van belang, maar ik laat later wel zien hoe ik het oplos. Ik wil het kantenkleedje in gaan smeren met lijm. Dit doe ik niet rechtstreeks op het kleedje, maar ik gebruik het plastic om er lijm op te doen. En daar ga ik straks het kantenkleedje in leggen. Dit doe ik om te voorkomen dat er te veel onnodige lijm op het kleedje en door de gaatjes heen komt. Dit is een manier eigenlijk om ervoor te zorgen dat lijm egaal in toch een vrij dikke laag, want je hebt wel aardig wat lijm nodig, in toch een vrij dikke laag op het kleedje komt, zonder dat het te veel door de gaatjes heen komt. Ik maak een gebiedje aan lijm wat net wat groter is dan het kleedje. Daarom heb ik het kleedje eronder gelegd. Kan ik er doorheen kijken of het groot genoeg is. En nu leg ik het kleedje zo voorzichtig mogelijk in de lijm. Ik heb hier even een klein beetje de techniek van de taartenmakers overgenomen. Alleen kan ik het niet zo goed. Zij doen dat met een deegroller en een lap deeg. Om het op die manier heel netjes op hun werkvlak te leggen. Nou goed, het ging aardig. Maar de bedoeling is dat het vrij plat en vlak ligt. Zodat de lijm overal gelijkmatig op het kleedje komt. Ik gebruik een pincet om het te positioneren. En daarbij probeer ik zo min mogelijk het kleedje te duwen in de lijm. Omdat ik straks een egale dekking van de lijm op het kleedje wil hebben. Vervolgens leg ik het andere plastic er overheen en nu duw ik het kleedje in de lijm en dat doe ik met enige voorzichtigheid. Nu dacht ik zo slim te zijn om een rollertje te gebruiken om het nog wat steviger te doen, maar dat werkt niet handig, want dan komt de lijm meteen door de gaten over het kleedje heen aan de bovenkant en dat wil je juist niet. Dus dat was niet handig. Gewoon voorzichtig duwen en drukken op het plastic, zodat de lijm aan de onderkant voornamelijk in het kleedje trekt. Eigenlijk is het de bedoeling bij de textiellijm die ik had, dat je beide zijden van wat je wilt plakken insmeert. Maar dat wil ik juist niet doen, want anders krijg ik veel te veel lijm op mijn kussentje. En mijn kantenkleedje is zo verfijnd en met zoveel gaten, dat ik dan heel veel lijm onder het kleedje zou hebben, tussen de gaten. Dus dit is toch de beste manier voor mij. En daarom zorg ik ervoor dat er aardig wat lijm, maar dan wel aan de onderkant van het kleedje ligt. Ik heb nu het plastic verwijderd en het kleedje wil ik nu uit de lijm trekken. De lijm was al een klein beetje gedroogd, dus ik moest wel aardig trekken om het eraf te krijgen. Had ik niet verwacht, maar het ging wel goed. En wanneer je het kleedje van het plastic aftrekt, is het even belangrijk om ervoor te waken dat het kleedje dus niet dubbel klapt en op zichzelf gaat plakken. Nu leg ik het natte kleedje op het kussensloopje en daarbij zorg ik ervoor dat vooral het midden goed zit.
En als dat goed ligt, dan kan ik de uiteinden goed in vorm trekken tot ik de mooie ronde vorm heb die ik wil. Hierbij probeer ik ervoor te zorgen dat het kleedje niet onnodig plekjes op het kussensloopje raakt en daarbij lijnvlekken achterlaat. Ik controleer de vorm goed en dat mag je beter doen dan ik, want er is één punt waar ik niet tevreden over ben. Maar als het goed ligt, dan kan ik met een ander plasticje eroverheen en een rolletje, nu gebruik ik dus wel een rolletje, goed hard drukken om het kleedje goed te fixeren op het kussensloopje. Je kunt hier ook een plastic zak voor gebruiken van een boodschappentas of zo, als het maar plastic is, om ervoor te zorgen dat de lijm, de overtollige lijm, trek je hiermee vanaf en het blijft niet plakken op het kleedje. Eigenlijk zit het nu gewoon vast, alleen moet het nog goed drogen voordat ik er gekke dingen mee kan doen. Nu even de lijmvlekken. Je kunt hier zien dat ik een lijmvlek heb waar de lijm onder het kleedje doorgekomen is. Ik markeer het met een speld, zodat we achteraf kunnen zien hoe het eruit ziet na het drogen. Hier ook wat lijmvlekjes die ik markeer met een speld. En na het drogen zie je dat het lijmvlekje eigenlijk nagenoeg verdwenen is. Het droogt zo doorzichtig dat het niet meer opvalt. De kleine vlekjes zijn weg en daar is nog een grote vlek, maar die blijk ik er gewoon af te kunnen krabbelen. Het is een beetje plasticachtige substantie. Ik heb het nu ongeveer een uur of twee laten drogen. Ik controleer de rest van het kleedje voor vlekken en eigenlijk is mijn kussensloopje praktisch klaar. Ik stop mijn kussen erin en daarbij zorg ik ervoor dat vooral de hoeken er goed in zitten. Dan heeft hij de mooiste vorm. En dan is het voor mij de uitdaging om dat lelijke gat wat ik erin geknipt heb mooi af te werken. Maar dat laat ik je straks even zien. Ik vind het zo leuk dat we eigenlijk een kussensloopje kunnen decoreren op een manier die nu echt trend is. In de winkels kun je dergelijke kussensloopjes kopen, maar vaak is het een print. En met een echte kanten kleedje is het veel leuker. Dus even naar de kringloop of naar de rommelmarkt. En nu dat lelijke gat dat ik opengeknipt had. Ik heb het met een soort Frankensteins steekje met de hand dichtgenaaid. Tja, ik kan het mooier, maar ik had er niet veel zin in. En ik gebruik een stukje kant om er overheen te plakken, zodat mijn moeder het niet kan zien. Dat scheelt weer. Ik gebruik ongeveer dezelfde techniek als dat ik heb gebruikt voor het kanten kleedje. Alleen achteraf gezien had ik het niet zo willen doen. Het was beter geweest, omdat dit zo'n klein stukje kant is, of zo'n smal stukje, om het gewoon met een penseeltje met een kwastje op te smeren. Dat was goed genoeg geweest. Eigenlijk vond ik dit achteraf gezien een beetje te veel gedoe, zoals ik het heb gedaan. Maar goed, het heeft wel gewerkt. Ik heb dus het kant in de lijm gedrenkt, zeg maar, gedept. Alleen heb ik hier echt te veel lijm gebruikt. Ik wilde het opplakken en toen besefte ik, de gaatjes zitten vol met lijm. Dat gaat niet werken, dat wordt echt te veel. Dus ik heb het nog een keer op een stuk schoon plastic afgedept, zeg maar, om de overtollige lijm te verwijderen. Nu zijn alle gaten open en kan ik mijn strookje kant over de Frankenstein steek heen plakken. En dit doe ik met een lichte druk, zodat hij gewoon op zijn plek ligt. En dan gebruik ik een schaar om de naadjes af te knippen. Excuses even buiten beeld, maar hier kan je wel zien hoe ik het doe. Druk hem even aan en ik knip hem gelijk aan het randje. En nou lijkt het alsof het perfect afgewerkt is, zoals je kunt zien op de foto. En het kantje heb ik vervolgens goed stevig aangedrukt met een boterhamzakje. Dus ik gebruik weer plastic. En iedere keer als ik naar een nieuw plekje ga, gebruik ik een schoon stukje van het boterhamzakje. Je kunt deze techniek natuurlijk ook gebruiken voor de gewone opening van je kussensloopje. Je kunt kant plakken waar je hebben wilt op stof.
Ik hoop dat dit je wat ideeën geeft. Ik heb zelfs op een vlekje op een t-shirt van mij ook een klein stukje kant geplakt. Dat werkt ook heel goed en gaat al tijdenlang de was in en uit en het blijft gewoon zitten. Dus als je de aanwijzingen van jouw textiellijn goed opvolgt, moet het goed komen. Ik wil je super bedanken dat je geweest bent, dat je gekeken hebt. Vergeet niet de andere video te bekijken. Daar laat ik je zien hoe ik het kussentje heb gemaakt met de tekst erop. En daar hoort ook een download bij, zodat je zelf aan de slag kunt gaan. Wil je nog iets voor mij doen? Wil je klikken op de like-knop op YouTube? Of je abonneren op mijn kanaal? Of een reactie achterlaten? Of op mijn blog een reactie achterlaten? Of delen met een vriendin? Of op Facebook? Of nou ja, hoe dan ook. Bedankt! Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Karin Joon. Ben je op zoek naar meer inspiratie? Bezoek dan mijn blog www.karinjoon.nl. Daar vind je een lange, steeds groeiende lijst van mijn projecten. Ik werk met allerlei media, zoals papier, inkt, stof, klei, verf, maar ook met digitale fotografie en fotobewerking. Je kunt mij ook volgen op Blogloving, YouTube, Facebook en Pinterest. Op mijn YouTube-kanaal vind je al mijn procesfilmpjes. Op Pinterest neem ik je mee in heel veel inspiratie en ideeën die ik op het net vind. En op Facebook hoor ik heel graag van jou en laat ik je allerlei leuke dingen zien. Je vindt mij op het internet als Karin Joon. Hartelijke groetjes en tot een volgend project.